We hebben wel geld, maar geen tijd voor veiligheid. Het is woensdag 9 november. Dit is Zeeland Nu. Wel een rookmelder, maar hem niet ophangen. Gevonden lichaam is van vermiste duiker. En Roosevelt Study Center over Trump. Goedenavond. Wel een rookmelder kopen, maar hem niet ophangen. Of wel weten hoe je je huis uit moet bij een brand, maar dat nooit oefenen. Vast heel herkenbaar, want in Zeeland zijn we goed in weten wat we moeten doen in noodsituaties, maar heel slecht in het ook daadwerkelijk doen. Jean-Marie Buys voerde samen met collega's van de HZ het onderzoek uit. Daarbij hebben ze zich vooral gericht op brand, overstroming en stroomuitval en of we daar voorzorgsmaatregelen voor nemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan bij een brand het ophangen van een rookmelder. Bij een overstroming nadenken over waar kan ik heen gaan, waar ben ik veilig, hoe hoog komt het water hier. En dat soort maatregelen. Een opvallende conclusie is dat we liever geld dan tijd investeren in onze veiligheid. Bijvoorbeeld de rookmelder, die schaft men wel aan, maar als de batterij leeg is, dan wordt de batterij eruit gehaald en blijft die in de kast liggen. Voor de veiligheidsregio is er dus nog genoeg te winnen. Ik vind het belangrijk om te constateren dat de Zeeuwen op zichzelf zelfredzaam zijn, zich realiseren dat ze wat moeten doen. Ook snappen welke maatregelen dat ze moeten nemen. Ik vind het alleen jammer dat het overgaan tot het daadwerkelijk oefenen, uitvoeren, aanschaffen van spullen en materialen, dat nog niet zozeer tussen de oren zit. Verslaggever Niels Schuurbiers op onze redactie. Niels, hoe wil de veiligheidsregio dat gaan doen? Nou, de veiligheidsregio hoopt door anders te gaan communiceren met de Zeeuwen daar verandering in te brengen. Dat was ook een van de redenen van het onderzoek. Kijken hoe het nu met de kennis gesteld is en hoe Zeeuwen bereikt willen worden om die kennis bij te spijkeren. Ja, in het verleden zagen we dan veel grote reclamecampagnes op radio en tv. Stoppen ze daarmee? Nee, met die campagnes gaan ze niet stoppen, maar daar wordt wel van alles aan toegevoegd. Want die campagnes werken nou helemaal niet voor iedereen. De oudere generaties vinden ze prima, maar de jongere generaties willen juist bereikt worden met internet en social media. Dus er moet een heel nieuw pakket worden waarmee de veiligheidsregio met de buitenwereld gaat communiceren. Voor jongeren is er internet en voor ouderen zijn er de traditionele campagnes. Maar hoe bereik je ze dan allemaal? Ongeveer 60% van alle leeftijdsgroepen die gaven wel aan heel veel waarde hechten aan de huis-aan-huisfolder als informatiemiddel. Dat is toch ook een middel wat naar de mensen toekomt, waar men zelf weinig actie voor hoeft te ondernemen en dus informatie uit kan halen die ter beschikking wordt gesteld. Maar ook dat alleen gaat niet helpen in de toekomst. Het wordt dus een breder pakket waar de flyer gewoon deel van uit blijft maken. Mensen vragen er toch om te zorgen voor dat er iets op de deurmat ploft, wat ik gewoon kan bladeren en lezen of ergens op kan hangen. De jongere mensen onder ons die zeggen, joh, doe mij maar een app, want dan kan ik het zien. Ik denk dat het een samenspel is van allerlei middelen om te zorgen dat je voor elk wat wils toch zo dicht mogelijk bij de mensen kunt komen. De grootste verandering in de nieuwe manier van communiceren is dat de veiligheidsregio meer gaat inspringen op de actualiteit. Wat wij doen met een aantal mensen is constant monitoren wat er in Zeeland gebeurt. Om daar ook op in te kunnen springen. Als er narigheid is ergens met iets dat we mensen daar ook over kunnen informeren. Maar wat we ook graag doen, dat is informatie geven op mensen, dat de mensen ervoor openstaan. Nou, ik weet zeker als er bij jou in de straat brand is geweest. En er is een dag later is er een bijeenkomst van de brandweer om daarover te hebben. Dat je veel meer openstaat om te weten wat daar aan de hand is. Want dan komt het heel dichtbij. Dus we zoeken ook wel de momenten om wat beter met de mensen in contact te komen. Niels, mooie plannen. Gaat dit ook werken, denk jij? Ja, dat blijft altijd afwachten natuurlijk, hoe plannen gaan uitpakken. Maar via social media gaan ze in ieder geval proberen om die boodschap van veiligheid dichter bij de mensen te brengen. En via diezelfde social media gaan ze dan natuurlijk ook vanzelf merken wat mensen ervan vinden. En ook is het de bedoeling dat dat onderzoek waar we het begin over hadden, dat dat over een tijdje wordt herhaald. Want dat onderzoek heeft dit allemaal teweeg gebracht. En dan moet een herhaalonderzoek dus duidelijk maken of het effect heeft gehad. Niels Schuurbiers, dankjewel. De duiker die afgelopen zondag vermist raakte in het Grevelingenmeer is gevonden. Het gaat om een 69-jarige Zaandammer die het niet heeft overleefd. Hulpdiensten zochten al vanaf zondag tevergeefs naar de man tot vanmorgen toen het lichaam uit het water werd gehaald. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren moet nog worden onderzocht. Het zal u niet ontgaan zijn, Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij kreeg van de Amerikaanse stemmers de voorkeur boven Hillary Clinton. I've just received a call
from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Het was een spannende avond met Trump als winnaar. En de vraag is nu wat de gevolgen zijn. Als ik naar zijn eerste woorden luister, dan is hij van plan om de wegen en de spoorwegen, de vliegvelden van Amerika aan te pakken. Nou, dat zou best goed, dat is nodig. En het is goed dat een zakenman dat kan doen. Dat zie ik nog wel gebeuren. Maar verder zie ik heel veel afbraak. Dus het hele gezondheidsstelsel, wat net een beetje opgebouwd is, dat gaat hij weer afbreken. En hij gaat heel veel landen van zich vervreemden. Mexico staat nu al op scherp. De Canadezen kunnen straks de immigranten niet meer aan. Europa wordt aan zijn lot overgelaten en de Aziatische landen ook. Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel, dan weet je het wel, dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel, dan hang ik voor de deur. We zijn een echte fietsprovincie en dat is vandaag nog maar weer eens bewezen. We fietsen namelijk het snelst van alle Nederlanders. Gemiddeld 16,6 kilometer per uur en dat is sneller dan in de rest van het land. Dat heeft de Fietsersbond uitgezocht. Het meeste fietsen we in Zeeland op de Schroebrug in Middelburg. Het was niet echt weer trouwens om te fietsen. Als ik eenmaal met mijn fiets wel bel, dan betekent dat kom snel. Door terreurdreiging is er steeds meer vraag naar kogelwerende schilden en kogelwerend glas. In Tholen zijn ze gespecialiseerd in het maken van die producten. Wij gingen langs en zagen gelijk hoe deze kogel geen enkele kans maakt om door het glas heen te gaan. Zo worden de producten van Alplast uit Tholen getest. Alplast maakt al jaren als enige bedrijf in Nederland lichtgewicht kogelwerende producten. Dit is een polyethyleenvezel die wij zelf ontwikkeld hebben voor kogelwerende toepassingen. Daar worden dit soort vellen van gemaakt. En uiteindelijk heel veel velletjes op elkaar zorgt ervoor dat we een paneel krijgen à la dit. En ja, dit is bijvoorbeeld iets wat een Kalashnikov-kogel daadwerkelijk stopt. En die panelen worden onder andere gebruikt om autodeuren kogelwerend te maken en voor dit soort schilden voor arrestatie- en interventieteams van de politie. We hebben een aantal verkocht in het buitenland en die worden gewoon ingezet om inderdaad gewoon mensen te beschermen, daar waar nodig, op een, laten we zeggen, een verkeerd moment. Door de toegenomen terreurdreiging en de aanslagen in Parijs en Brussel is er inmiddels een grote vraag naar de panelen van Alplast. Ja, de aanvragen die zijn dramatisch toegenomen, zeker weten. Frankrijk, Polen, Slowakije, België, waar we op dit moment heel actief zijn met dit soort materialen. De producten van Alplast krijgen het tijdens testen zwaar te verduren. Dat gold ook voor deze kunststof glasplaten die het bedrijf op dit moment aan het maken is voor twee Belgische gevangenissen. Daar wordt door twee of drie cipiers wordt er gedurende 20 minuten van binnen naar buiten met hamers en bijtels en allerlei zware metalen materialen ingehard op die beglazing om inderdaad te zien van joh, voorkomt dat inderdaad gevangenen die vrij rondlopen s'nachts of wat dan ook kunnen ontsnappen. Op dit moment zijn deze buitels compleet bot en krom geslagen. Dus goedgekeurd, dit glas? Goedgekeurd, ja. En nu zijn we volop aan het produceren. In Zeeland. Vanwege hun vooruitstrevende manier van ontwikkelen en produceren werd Alplast onlangs opgenomen in de top 100 van meest innoverende bedrijven in Nederland. Ja, vinden we hartstikke leuk. Ik bedoel, alle moeite en energie die de afgelopen jaren daarin eens gaan zitten, dat wordt op een of andere manier toch onderkend en daar zijn we zeker trots op. Hardlopen door de natuur, over smalle paadjes en over hindernissen. Trail running, het is aan een opmars bezig. Aan het evenement Trail by the Sea op Schouwen-Duiveland willen bijvoorbeeld meer mensen meedoen dan het parcours aan kan. Hardlopen door de natuur wint aan populariteit. Het is een nieuwe uitdaging voor veel atleten die wat anders willen. De trail. Niet langer saaie rondjes over de atletiekbaan of door de stad, maar lekker rennen door het bos of in de duinen. Een trail is leuker. Het is niet, voor mij in ieder geval niet op snelheid gebaseerd. En het is gewoon puur genieten van de omgeving. Het is veel meer ontspannend, het is relaxed. Het is echt gewoon genieten van de natuur en van het lopen. Dat is de reden dat er ondanks deze barre weersomstandigheden 500 mensen meededen aan Trail by the Sea in Burghaamstede. Er mogen aan dat evenement maar maximaal 500 mensen meedoen, maar dat zouden er veel meer kunnen zijn. Wij kunnen in principe kunnen we wel 1000 man verwerken, maar
Ik denk dat de populariteit van trails momenteel wel op zijn hoogtepunt is. Dat is maar dat zal wel heel lang zo blijven. En vooral dat stukje natuur, dat is natuurlijk fantastisch. En zeker hier in Zeeland, dat is ja, prachtig. Allemaal zand, dat is duinen, het is ja, heel mooi. Ja, bij mij in de studio collega Jan-Jaap Coree. Jan-Jaap, trailrunning, het is echt upcoming, hè? Ja, zeker. Off-road hardlopen wordt het ook wel genoemd. Ja, het wordt steeds populairder. In het buitenland kennen we het al enkele tientallen jaren. Maar in Nederland komen ook steeds meer wedstrijden. En in Zeeland hebben we er dus eentje, Trail by the Sea, op Schouwen. Ja, en die wedstrijd die heeft elk jaar veel aanvragen. Maar daar mogen dus, je hoorde het al gezegd worden, maar 500 mensen aan meedoen. En dat is omdat het af is gesproken met Staatsbosbeheer. Die doen dat natuurlijk om de natuur te beschermen. Nu zie je dat bij hardloopwedstrijden steeds meer mensen meedoen. En hoe kan het dat dit zo populair is? Ja, het is toch een soort ook de beleving, denk ik, voor die atleten. Lopen in de mooie omgeving, ook rond je heen kijken. Natuurlijk willen ze zo snel mogelijk naar die finish. Maar het is ook ja, het uiterste van jezelf vragen in een mooie omgeving. En daarom doen die atleten daar zo graag aan mee. Ja, dat maakt voor ons ook leuk dat wij er in Zeeland toevallig ook goed in zijn, hè? Ja, niet iedereen natuurlijk, maar twee man bij de top 40 van de wereld. Want ja, zowel Tim Pleiten uit Vlissingen als Huub van Noorden uit Seerapskerke eindigden bij het afgelopen WK in de top 40. Van Noorden en Pleiten zijn bekende Zeeuwse hardlopers. Beiden wilden al eens de kustmarathon. Je ziet ze hier op trainingstage in Frankrijk. Want de laatste jaren richten ze zich steeds meer op de trail. Je loopt in een hele mooie omgeving. Tijdens het lopen heb je er niet altijd tijd voor om erop te letten. Maar de foto's nadien zijn prachtig en het zijn geweldige parcours en heel uitdagend. Het geeft gewoon een hele kick en je bent in jezelf gekeerd op een heel mooi parcours vaak. En het zijn vaak wat langere wedstrijden waarbij je echt het uiterste uit jezelf haalt. Dat lukte op het WK in Portugal, want Pleiten en Van Noorden eindigden bij de beste 40 lopers van de wereld. Tijdens die wedstrijd moesten ze 85 kilometer rennen door bergachtig gebied. Hele andere omstandigheden dan de trail in Burghaamsteden. Voor mij is een trail meer richting de bergen toe. En dan is dit een leuk opstapje en zit er misschien wel trail-elementen in. Maar het valt niet onder trailrunning, vind ik. Van Noorden en Pleiten zien ook dat de populariteit van de trail aan het stijgen is. De wedstrijden in het algemeen, zeg maar, ze schieten als paddenstoel uit de grond. De ene wedstrijd na de andere wedstrijd profileert zich als trail. En ja, er komen hele mooie wedstrijden in Nederland en natuurlijk al jaren in het buitenland. En daaraan zie je de enorme populariteit. In landen als Portugal, Spanje en Frankrijk is het echt een hele grote sport. Dus groter dan atletiek zelf. En ja, ik denk iedereen is op zoek naar nieuwe uitdagingen. En het is ook weer een uitweg om leuke reisjes te maken, denk ik, voor vele mensen. Ja, mooie beelden. Blijven we dit soort jongens trouwens wel gewoon zien bij Zeeuwse atletiekwedstrijden? Of gaan ze echt alleen nog maar meedoen met die trails? Nou, Tim Pleiten en Huub van Noorden die, ja, stellen hun agenda wel echt samen op die trail. Maar ze blijven ook de Zeeuwse wedstrijden lopen. Bijvoorbeeld Pleiten won in oktober de kustmarathon. En die gaat zijn titel wel weer verdedigen, hoor, komend jaar. Dankjewel, Jan-Jaap. Ja, we zagen het al even eerder, hè, bij die fietsbeelden in de uitzending. Het was koud, grijs, regenachtig. Toch vond Tanja van Enenaam het nog lekker genoeg om naar buiten te gaan en deze foto te maken van een paddenstoel. Ja, lekker in de soep vanavond. Hoewel, volgens mij was hij giftig. De storing die de regen veroorzaakt blijft de komende 24 uur boven onze provincie hangen. Dus blijf rekening houden met regen, ook morgen. Straks is Carlijn de Splenter weer bij u met een verslag vanaf Contacta, de netwerkbeurs in Goes. Ik wens u daarbij heel veel kijkplezier. Voor nu nog een mooie avond. Dag.